Dit is deel 3 van college 8. Nou, we hebben tot nu toe gezien dat mensen naar anderen kijken als ze gaan beslissen wat ze moeten doen. Ze kijken naar anderen voor informatie of ze kijken naar anderen om te begrijpen hoe kan ik bij deze groep gaan horen. Maar soms vertellen mensen ons expliciet wat we moeten doen. En als dat gebeurt door een autoriteitsfiguur, dan noemen we dat gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is dus eigenlijk een verandering in iemands gedrag door de directe invloed van een gezaghebbende, iemand die autoriteit heeft. En gehoorzaamheid is een sociale norm, eigenlijk iets wat in elke cultuur gewaardeerd is, ook in elke cultuur belangrijk wordt gevonden. Dus waar je ook komt, wordt er eigenlijk verwacht dat je luistert naar autoriteitsfiguren die jou vertellen wat je moet doen. En we zijn ook gesocialiseerd van jongs af aan, van kinds af aan, om autoriteitsfiguren te gehoorzamen. Dat begint natuurlijk bij de opvoeding. Als ouders hoop je tenminste dat je kinderen naar je luisteren. Dat doen ze lang niet altijd, weet ik uit ervaring. Maar je probeert natuurlijk dat ze naar je luisteren. En later, als ze groter worden, moeten ze ook luisteren naar de juffen en meesters in de klas, naar hun gitaarleraar of hun voetballeraar, nou noem maar op. Die gehoorzaamheid is verschrikkelijk belangrijk. En het is echt nuttig en noodzakelijk. Want als mensen niet zouden gehoorzamen aan de regels die opgesteld zijn door autoriteitsfiguren, ja, dan zou de samenleving een complete chaos zijn. Denk bijvoorbeeld aan de volgende regels die ons eigenlijk opgelegd worden door autoriteitsfiguren. Stoplichten, instructies om bijvoorbeeld niet op je telefoon te zitten terwijl je aan het rijden bent. En om gezichtsmaskers te dragen als er een pandemie is. Nou, dat zijn allemaal voorbeelden van instructies die we krijgen van autoriteiten die wij opvolgen of die de meeste mensen opvolgen. En die neiging om te gehoorzamen zit zo diep in ons dat we dit zelfs doen als er geen autoriteitsfiguren aanwezig zijn. Dus de meeste mensen stoppen voor stoplichten als ze rood zijn, zelfs als er geen politieagent naast het stoplicht staat te wachten. Omdat we dat gewoon geïnternaliseerd hebben om die normen, die regels te volgen die ons worden opgelegd. Dus gehoorzaamheid is heel erg nuttig. Maar als voor alle eigenlijk automatische sociale gedragingen zijn er natuurlijk grenzen. Want tot nu toe heb ik gesproken over autoriteitsfiguren, gezaghebbers, die in principe het beste met ons voor hebben. Maar dat is niet altijd zo. Gezaghebbers hebben niet altijd het beste met ons voor. Ze behandelen ons niet altijd goed. En soms geven ze ons ook bevelen om ons op een manier te gedragen die anderen pijn toebrengt of echt schade toebrengt. En daar hebben we natuurlijk heel veel voorbeelden van in de geschiedenis, maar ook actuele voorbeelden van gezaghebbers die gewoon geen goede intenties hebben. Die intenties hebben om schade toe te brengen aan de vijand, aan andere groepen, aan leden, minderheidsgroepen in de samenleving, om die buiten te sluiten, om die uit de samenleving te verwijderen, om macht te krijgen over gebieden waar zij nog niet de macht hebben. Nou, en dit soort figuren, het zou natuurlijk heel mooi zijn als we daar niet naar zouden luisteren. Als wij op zouden staan voor de rechten van zwakkere mensen en geen kwaad doen aan anderen. Maar dat is verschrikkelijk moeilijk. Ten eerste natuurlijk omdat er vaak consequenties zijn. Als jij niet luistert naar een autoriteitsfiguur, dan word jij zelf de vijand en dan kan je naar de gevangenis gaan of erger. Maar het is ook heel erg moeilijk omdat wij dus zulke diep gewortelde eigenlijk neigingen hebben om gehoorzaam te zijn. En dit is iets wat onderzocht is in een hele beroemde reeks studies uitgevoerd door Stanley Milgram. De Milgram-studies naar gehoorzaamheid. En deze studies, misschien ken je ze wel, want ze zijn heel erg beroemd. Dit zijn onderzoeken waarbij er deelnemers naar Yale University kwamen. Dus een heel gerenommeerd onderzoeksinstituut. En er werd aan die deelnemers verteld dat dit een studie was naar de effecten van straf op geheugen. En zeiden, nou, jij doet mee samen met een andere deelnemer. Die deelnemer was eigenlijk in werkelijkheid helemaal geen echte deelnemer. Dat was een acteur, iemand die meewerkte met het experiment. En er werd ze verteld dat er van tevoren was bepaald, willekeurig, dat eentje de leraar was, de teacher, die schokken moest toebrengen aan de learner, de student. Degene die een bepaalde taak moest uitvoeren, waarbij dus gestraft zou worden door de teacher als hij het verkeerde antwoord gaf op de geheugentaak. Nou, er werden in deze taak helemaal nooit echte schokken uitgedeeld. Maar die illusie werd wel gewekt. En er werd gekeken in hoeverre deelnemers
instructies zouden opvolgen om schokken toe te brengen, pijnlijke schokken, soms zelfs op het punt van gevaarlijke, levensgevaarlijke, bedreigende schokken aan een andere deelnemer, omdat er iemand bij zit, een autoriteit die instructies geeft. Kijk maar even mee wat er gebeurt. In 1962, Stanley Milgram shocked the world with his study on obedience. To test his theories, he invented an experiment that would become a window into human cruelty. In ascending order, a row of buttons marked the amount of voltage one person would inflict upon another. Milgram's original motive for the experiment was to understand the unthinkable. How the German people could permit the extermination of the Jews. When I learn of incidents such as the massacre of millions of men, women, and children perpetrated by the Nazis in World War II, how is it possible, I ask myself, that ordinary people, who are courteous and decent in everyday life, can act callously, inhumanely, without any limitations of conscience? Now, there are some studies in my discipline, social psychology, that seem to provide a clue to this question. The problem I wanted to study was a little different. It went a little bit further. It was the issue of authority. Under what conditions would a person obey authority who commanded actions that went against conscience? These are exactly the questions that I wanted to investigate at Yale University. It is May 1962. An experiment is being conducted in the Elegant Interaction Laboratory at Yale University. The subjects are 40 males between the ages of 20 and 50 residing in the greater New Haven area. Psychologists have developed several theories to explain how people learn. One theory is that people learn things correctly whenever they get punished for making a mistake. 40 years later, Milgram's infamous experiment, Obedience, is still taught in classrooms around the world. Would you open those and tell me which of you is which, please? Teacher. All right, now the next thing we'll have to do is set the learner up so that he can get some sort of punishment. What inspired Milgram, I would say there were a number of factors. One of them is he was very ambitious. He wanted to make a mark in social psychology. And he wanted, as he wrote to one friend, he wanted to come up with the boldest experiment that he could think of. Would you roll up your right sleeve, please? This electrode is connected to the shock generator in the next room. And this electrode paste is to provide a good contact to avoid any blister or burn. Do you have any questions now before we go into the next room? About 2 years ago, I was at the Veterans Hospital in West Haven. Mm-hmm. And while there, they detected a heart condition. There's nothing serious, but as long as I'm having these shocks, how strong are they? How dangerous are they? Well, no, although they may be painful, they're not dangerous. Mm-hmm. Anything else? No, that's all. All right, teacher, would you take the test and be seated in front of the shock generator, please, in the next room? But the experiment was rigged. The victim was an accomplice of the experiment. The victim, according to plan, provided many wrong answers. His verbal responses were standardized on tape, and each protest was coordinated to a particular voltage level on the shock generator. Now, as teacher, you are seated in front of this impressive-looking instrument, the shock generator. Its essential feature is a line of switches that goes from 15 volts to 450 volts and a set of verbal designations that goes from slight shock to moderate shock, strong shock, very strong shock, intense shock, extreme intensity shock, and finally XXX, danger severe shock. Your job, the experimenter explains to you, is a word pair test. If he gets each answer correctly, fine, you move on to the next pair. But if he makes a mistake, you are instructed to give him an electric shock, starting with 15 volts, and you increase the shock one step on each error. Incorrect. You'll now get a shock of 105. Hard hit. Just how far can you go in this thing? As far as is necessary. What do you mean as far as is necessary? Milgram was very much aware that obedience is a necessary ingredient for society to function. But he focused on the darker side of obedience. Incorrect. 150 volts. Oh. Sad face. Wait a minute. That's all. Get me out of here. I told you I had heart trouble. My heart's starting to bother me now. It's absolutely essential that you continue.
You had no other choice, teacher. Oh, I had a lot of choices. My number one choice is that I wouldn't go on if I thought he was being harmed. Now, this man makes disobedience seem a very rational and simple deed. Now, other subjects respond quite differently to the experimenter's authority. Wrong. It's hair. 75 volts, Jim. Oh. You don't know. Please continue. Some psychologists were troubled by the ethics of it. Many, if not most, subjects found it a highly stressful, conflicted experience. People are stammering, stuttering, laughing hysterically and appropriately. 150 volts. Experimenter, that's all. Get me out of here. He's I quit. My heart's starting to bother me now. Get me out of here, please. Let me out of here. You have no right to keep me here. Let me out. Let me out of here. Let me out. Continue, please. Let me out of here. My heart's bothering me. Go on. Let me out. Clearly, you know, when we say people went to the top of the shock board, it wasn't like they were going blithely, sadistically. People went stop and go, stop and go. They were in a state of conflict, which was created a tremendous amount of stress. So that was the main critique. This will be at 3:30. As his voice began to show increasing frustration, so did I. And I was really in a state of real conflict and agitation. One of Stanley Milgram's basic contributions was that you don't ask people what they would do given this hypothetical situation. You put them in the situation. Wrong. I'm up to 180 volts. Please continue, teacher. 180 volts. Oh, I can't stand the pain. Let me out of here. Can't stand it. I'm not going to kill that man today. According to Milgram, one of the things that's a prerequisite for carrying out acts that are evil is to shed responsibility from your shoulders and hand it over to the person in charge. I mean, who's going to take the responsibility if anything happens to that gentleman? I'm responsible for anything that happens here. Continue, please. Nou, we hebben dus gezien dat heel veel mensen uiteindelijk die instructies maar blijven opvolgen. Het was zelfs zo dat 80% van de deelnemers schokken bleef geven, zelfs nadat de leerling het uitschreeuwde van de pijn en ook zei dat hij last had van zijn hart. 80% van de mensen ging gewoon door met het uitdelen van die schokken. Dit was totaal niet de verwachting. De verwachting ook van Stanley Milgram was, ja, misschien dat 1% of zo van de mensen doorgaat met het experiment tot het eind. In werkelijkheid was dat 63%. 63% van de deelnemers ging helemaal door tot het eind, tot eigenlijk een deadly severe shock uitdelen aan een andere proefpersoon. Tenminste, dat dachten ze, dat het een andere proefpersoon was. Ja, de vraag is natuurlijk waarom? Hoe kan het dat deze deelnemers allemaal gehoorzaamden? Nou, er zijn verschillende redenen voor. De eerste reden is dat zij eigenlijk een beetje in de war werden gebracht. Dit is natuurlijk een ambiguë situatie. En we hebben eerder gezien in dit college dat op het moment dat de situatie onduidelijk is, dan zoeken we eigenlijk naar wat moeten we nou doen. Nou, dat doen we bijvoorbeeld door te kijken naar het gedrag van anderen. Nou, er waren geen andere mensen aanwezig die ook die taak aan het doen waren. Dus kijk je naar de persoon die naast je zit, de autoriteitsfiguur. En je probeert een norm te vinden om te bepalen wat moet ik doen. En die norm is gehoorzaam aan de autoriteit. Tegelijkertijd hebben wij allemaal ook nog andere interne normen. We hebben namelijk allemaal als interne norm, doe anderen geen pijn. Doe anderen geen kwaad en zorg ervoor dat andere mensen veilig blijven. Dat is ook een norm die we hebben, maar die wordt eigenlijk overschreeuwd, overruled door die norm tot gehoorzaamheid. Dus mensen zijn gaan voldoen aan de verkeerde norm. Een tweede reden is zelfrechtvaardiging. Dat heeft ermee te maken met hoe het experiment was opgebouwd. Die shock generator begon eigenlijk met een hele lage milde schok. En die schokjes werden steeds een heel klein stapje groter. En het langzaam opbouwen van die schokjes, dat heeft er ook voor gezorgd dat mensen eigenlijk op een gegeven moment het gevoel hebben van, ja, ik kan niet meer verder gaan. Want je kan hier voor jezelf moeilijk, of ik moet doorgaan. Want ja, ik heb de vorige schok ook uitgedeeld, dus waarom zou ik de volgende niet opnieuw ook uitdelen? Mensen willen consistent zijn. Iets wat we in college 7 ook hebben besproken. We hebben een hele grote drang om consistent gedrag te vertonen. Dus het is best moeilijk om op een gegeven moment te zeggen, hier trek ik de grens. 200 volt, prima. 215 volt, dat doe ik niet meer. Is moeilijk. Dus je probeert voor jezelf te rechtvaardigen. Ja, ik ben dit nou eenmaal aan het doen. Nou, dan zal ik maar gewoon doorgaan.
Nou, en tot slot, wat ook heel erg belangrijk is, misschien wel het allerbelangrijkste, heeft het ermee te maken dat mensen zich niet meer verantwoordelijk voelden. Ze kwamen als het ware in agentic state, zo wordt dat ook wel genoemd. Je wordt een agent, een uitvoerder. Je hebt niet meer het gevoel dat jij degene bent die verantwoordelijk is voor de pijn die toegebracht wordt aan de ander. Er is namelijk iemand boven jou, een hogere macht, die heeft besloten dat die pijn moet worden toegebracht. En jij bent gewoon alleen maar degene die op het knopje drukt. En dat is natuurlijk uiteindelijk het meest verontrustende aan dit experiment. En het geeft ook het meeste inzicht in bijvoorbeeld het gedrag van soldaten in oorlogssituaties, ook in gevangenissen, gevangenisbewaarders, die ook zich niet meer verantwoordelijk voelen voor eigenlijk de gevolgen van hun gedrag. Nou, dit Milgram-experiment is heel vaak herhaald, heel vaak gerepliceerd. Het is ook weer een van die kernonderzoeken in de sociale psychologie. En er zijn verschillende versies van dit experiment. Hier zie je aan de hoogste bar is eigenlijk de standaardversie. Dan zagen we dus dat 63% van de mensen helemaal het experiment uitspeelde tot het laatst. En natuurlijk is er gekeken naar, is er een manier om die gehoorzaamheid te verminderen? Nou, en dat was er. Bijvoorbeeld het percentage daalde toen het experiment niet meer plaatsvond aan de prestigieuze Yale University, maar gewoon in een kantoor. In een willekeurig kantoor. Dan zijn mensen al minder bereid om de autoriteit op te volgen en bieden meer weerstand tegen die gehoorzaamheid. Ook een versie van het onderzoek waarbij de deelnemer, de proefpersoon, zelf de hand van de leerling op de schokplaat moest plaatsen. Dus stel je voor, je hebt echt die leerling vast en je moet zelf die hand bewegen naar de schokplaat. Dan kan je eigenlijk niet meer dat excuus van ja, ik druk maar gewoon op een knopje, ik ben niet verantwoordelijk. Dan voelden mensen zich veel meer verantwoordelijk en dan daalde ook het percentage mensen die doorgingen met de taak. De aanwezigheid van de autoriteitsfiguur, dus de onderzoeker. Als de onderzoeker niet in dezelfde ruimte zat, maar bijvoorbeeld instructies via de telefoon gaf, dan waren mensen ook veel rebelser en gingen ze ook vaker niet de instructies opvolgen. En tot slot is het natuurlijk ook heel erg belangrijk om te kijken naar die laatste bar, of één na laatste bar eigenlijk. Daar staat als twee medeplichtige leraren weigeren. Dus als er andere mensen aanwezig zijn in de ruimte die weerstand bieden, die zeggen ik doe hier niet aan mee, dan gaan mensen die mensen volgen. En opnieuw zie je dus dat je eigenlijk andere mensen nodig hebt, of sommige mensen die zich uitspreken om te zeggen ik doe het niet, en dan pas durf jij ook op te komen voor je eigen rechten. Dus ja, opnieuw blijf voor jezelf nadenken. Als jij degene bent die ongehoorzaam is, dan zul je heel snel merken dat andere mensen jou gaan volgen. Want ze zoeken eigenlijk naar een reden om te ontsnappen aan deze vervelende situatie. Nou, voordat ik ga afsluiten, vind ik het wel heel erg belangrijk om iets te zeggen over, je kan het misschien wel raden, ethiek. Want deze studie zal vandaag de dag nooit meer uitgevoerd mogen worden op deze manier. Natuurlijk is dit een compleet onethische studie. Er zijn verschillende redenen voor. Ten eerste misleiding. De deelnemers werden compleet misleid om te geloven dat er dus een andere deelnemer was die pijn had. Nou, dat bleek gewoon een acteur te zijn, maar dat wisten ze niet. Dus ze werden gewoon misleid in dit onderzoek. Ze hadden ook helemaal geen informatie vooraf gekregen. Ze wisten niet waar ze aan mee gingen doen. Ze wisten dus ook niet dat ze pijn moesten gaan toebrengen aan een andere deelnemer. Dus ze werden echt voor het blok gezet. Die rol van leraar, dat veroorzaakte heel veel psychologische stress. Heel veel psychologisch leed, ook achteraf. Dus stel je voor, je wordt achteraf, zijn die deelnemers dan wel geïnformeerd en werd hen verteld van, dat onderzoek waar je aan mee hebt gedaan, dat was eigenlijk gewoon een acteur die helemaal geen echte pijn had. Dan denk je, oh mijn god, oké, gelukkig, ik heb niemand echt vermoord. Maar blijkbaar ben ik wel in staat om dat te doen. Blijkbaar ben ik zo iemand die bevelen opvoert, tot op het punt dat het zelfs lijkt alsof iemand hartproblemen heeft, of misschien zelfs hier aan het overlijden is door stroomschokken die ik aan het toebrengen ben. Dus dat is wel iets waar die deelnemers mee moesten leren leven. Ze moesten leren leven met het feit dat zij dus zo volgzaam zijn dat ze schade kunnen toebrengen aan andere mensen. En tot slot, de laatste reden dat dit onderzoek compleet onethisch is, is dat het erop leek dat deelnemers niet mochten stoppen. Er werd ze voortdurend gezegd, ga door met het experiment. En zelfs als mensen zeiden, maar ik wil stoppen, ik wil niet meer verder, ga door met het experiment, ga door met het experiment. En dat is natuurlijk ook iets wat helemaal niet kan. Deelnemers moeten altijd vrijheid voelen om te stoppen met het experiment. Dus verschrikkelijk onderzoek eigenlijk. Maar toch kan je je afvragen, we hebben er wel heel veel van geleerd. Dus is het nou wel of niet goed dat deze studies zijn uitgevoerd?
Iets om over na te denken. Dit is het einde van het college.